Paralympische sporter van het jaar 2017 is Jetse Plats. Gefeliciteerd. Hey, je hebt ze enorm gefeliciteerd. Ik mocht je in het verleden een paar keer eerder tegenkomen. Ik heb enorm veel waardering voor hoe hard jij traint en hoe professioneel jij het aanpakt. Deze is meer dan verdiend. Dank je wel. En dan sta je dan op dit super gave podium. Bedankt voor de super waardering van alle sporters hier in de zaal en ook... Vakjury natuurlijk. Ooit als 12-jarig jongetje begonnen op mijn handbike. Eerste wedstrijd in het Vondelpark Amsterdam. Jaar na jaar geïnvesteerd en steeds een stapje hoger. Het werd al gezegd in Rio brons en goud in twee verschillende sporten. Ja, in 2017 werd daarmee eigenlijk een jaar waarbij alles lukte. Wereldkampioen handbiken, wereldkampioen triathlon en misschien wel mijn hoogtepunt van het jaar, de Ironman op Hawaii. In een nieuw parcoursrecord, 8 uur 41. Bizarre wedstrijd die me lang bij gaat blijven. Natuurlijk wil ik ook heel graag mensen bedanken. Allereerst mijn eigen begeleidingsteam. Die me eigenlijk ervoor zorgt dat ik op het juiste moment in orde ben. En dat we zulke fantastische resultaten kunnen behalen. Daarnaast natuurlijk privé-sponsoren. Sponsoren van Team NL en de KNWU en de NTB. De bonden die voor mij belangrijk zijn. En achteraf ben ik ook super dankbaar dat ik als sporter... op zo'n mooi podium mag staan. Maar het is ooit ergens begonnen. En dat is natuurlijk bij mijn ouders. Mijn vader die met 60 uur in de week werkt. En nooit klaagt. Laat zien wat hard werk is. Waar ik heel veel van geleerd heb. En mijn eigen moeder die ondanks super heftige tegenslagen in de gezondheid. Altijd super sterk blijft. En mij enorm steunt hierin. Dus dank jullie wel.